Hopelijk is het hier beter te doen. Paniek, paniek! Paniek is niet goed voor een mens. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Game Builder Garage, waar gekke mensen gekke dingen maken. Doe alvast een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor deze 3D Wario. Hier is die, met zijn grote nossel. Wat moeten we doen? Ik heb hem gereset. Ik kan zijn neus grijpen. Kijk, ik kan hem uit elkaar halen. We kunnen heel deze Wario uit elkaar halen. Mag ik jouw oogbal? Ik moet eerst denk ik iets anders eruit halen. Zo, eerst een stukje van dit en dan een stukje oogbal. Oogbal, kom. Wie verzint dit? Mag ik jouw tand? Ja. Dit is een beetje een gek spelletje, als ik heel eerlijk ben. Hij verliest ze nog meer een oog en zijn voorhoofd en zijn pet en... ja, hierachter... Wat? Hierachter is een bom! Boom! en hierachter? Er zitten gewoon allemaal dingen achter, joh. Nice. Zo kan je dus gewoon even Waluigi uit elkaar trekken. Ja, omdat het gewoon grappig is. En omdat je zijn tong wil hebben of zo. Mag je je tong? Geef me je tong. Hier, je tong. Dit is genoeg geweest, jongens. Let's go. Help Peach om een taart te maken. Doe je taart. Ja. Top, maar ik weet helemaal niet hoe ik die taart moet maken, joh. We gaan een taartje maken voor Prinses Peachy. Het is mooi, hè? Dit is mooi. Dan moet deze moet denk ik... jongen, hiervoor. Nee, kom hiervoor. Jongens, dit loopt uit de hand. Dit gaat niet goed. We hebben geen top meer, jongens. Alles gaat naar de achterkant. Dit werkt niet. Hier, laat me gewoon een taartje bouwen. Zo, en dan... Ik wil deze ook erop. Het lukt niet. Sorry, Peach. Je hebt vandaag geen taart. Je zal het zonder taart moeten doen. Dat is beter, joh. Daar word je dik van taart. Kennen jullie deze levels? Volgens mij uit Super Mario Sunshine. Dit is verschrikkelijk in Mario Sunshine. Hopelijk is het hier beter te doen. Paniek, paniek! Paniek is niet goed voor een mens. Ik moet rustig blijven. Rustig blijven, Rick. Rustig blijven, rustig springen. Ja? Kan ik nu in één keer doorspringen? Ja. Nee! Ik ben zo ongeduldig, hè. Daarom maak ik ook geen levels. Ik ben veel te ongeduldig om levels te maken, jongens. Dat is niks voor mij, joh. Daar moet ik allemaal niet aan beginnen. Ik moet gewoon rustig dit soort leveltjes kunnen spelen. Daarachter is de shine. Hierop. Shine te pakken! Wel gewonnen! We hebben Super Mario Sunshine uitgespeeld. Mag ik een likey van dat we Super Mario Sunshine hebben uitgespeeld? WarioWare Metroid. We gaan hem kapot maken. Of niet? Toch? We moeten hem gewoon slopen, toch? Lekker. Dit was het. Sommige dingen zijn gewoon echt van die testdingetjes. Het slaat eigenlijk nergens op. Nintendox. Wie kent het nog, jongens? Nintendox. Kijk, mijn hondje daar. Hondje. Hallo. Call the dog. Press X. Hallo. Then press I, B or A. Daar gaat hij liggen. Hij gaat chillen. Hij gaat zitten. Nu lijkt het een apie. we kunnen ook ergens anders gaan kijken. Hallo? Hallo, hondje? Wij zijn nu een mier of zo, denk ik. Leuk hoor, leuk. Kunnen we even met de hondje spelen? Dit was niet zo'n hele leuke minigame. Minecraft, jongen. We kunnen gewoon gaan minecraften. Kijk hier, hoe gaan we dit doen? Met welke knop gaan we dit doen? Kan ik iets doen? We gaan bouwen. Mensen maken serieus Minecraft in deze game? Eerlijk, het lijkt nog best wel een beetje op Minecraft ook, joh. Ik ben bezig met een episch huis, jongens. Zien jullie het? Kijk hoe episch dit huis... Hoe episch het huis lijkt te worden. Kijk mijn epische huis! maar dit was het. We kunnen nog hout bouwen. Zo hebben we hout, maar dat is het dan ook. Maar wel knap, serieus. Ik doe het je niet na. Het is tijd om te racen met F-Zero DX. Oké, let's go. Welke knop? Deze knop. Let's go.
Oké, nog een keer. Oké, we moeten voorzichtig sturen. Nog voorzichtiger sturen. Go, 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 go. Kijken of we de eerste bocht een keer door kunnen komen. Ah, jeetje. Laat me de eerste bocht doorkomen, joh. Oké. Oh. Was de eerste bocht door? Oké, moeten we ons niet gek laten maken. Ah, ja, dit is niet te doen, man. Kom, we gaan gewoon langzaam. Gewoon langzaam, let's go. Nee, ik zeg langzaam. Langzaam. Ja, kijk, dan lukt het wel. Nu lukt het wel. Lekker. We gaan gewoon rollatorsnelheid, jongens. Let's go. Niet die snelheid dingen pakken. Dan gaat het fout. Okay, misschien kunnen we deze wel pakken. Oké, het is klaar. Het is klaar. Ik word geen professioneel autocoureur. Mario tegen Donkey Konkie. En dan ben ik Mario, denk ik. Daarboven is een Animal Crossing geheimpie. Een pakketje. We kunnen hier naartoe. Dan kunnen we deze aanzetten. Dan kunnen we nu blauw aanzetten. Ah, ja. Kijk. Dat betekent dat wij nu hier naartoe kunnen. Kan ik dit pakketje pakken? Oh, ik had geel eerst aan moeten zetten. Oké, wacht. We gaan eerst een cadeautje pakken. Cadeautje! Ja, nu wel. Oh, ik krijg alleen echt letterlijk niks van het cadeautje. Beetje jammer. Oké, blauwe knopje aan. Nu kunnen we hier langs. En spring en go. En spring en go. Let's go. We hebben de sleutel. Nu kan ik dit andere cadeautje nog... Oh, snap. Oh, wat gebeurde daar, joh? Waarom pak ik dit cadeautje? Dat is helemaal niet nodig. Of moet ik alle cadeautjes pakken? Oh, gaan we ervoor? Gaan we ervoor? Lekker. En weer terug. En nog verder terug. Oké, nu kunnen we denk ik de deur openmaken. Ja! Uitgespeeld. Speedrun Mario. Yahoo! Hold ZR voor crazy fun. Wat is dit? Ik kan voor de rest niks doen. Dit werkt niet. Het is weer een kapotte game. Ik kom niet verder dan dit. Oh, ik ben opeens boven. Oh, en ik ben opeens dood. Of heb ik... Ik heb Bowser gesloopt. Wat een rare games hebben we vandaag. Galaga. Kijk, kennen jullie dit nog van vroeger? Dan moest je al die beestjes schieten. Pieuw, 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 pieuw. Oh, rustig jongen. Die beesten gaan helemaal los. Ik vind het niet oké hoe hard die beesten schieten. Vind ik echt niet oké. Die beesten schieten echt veel te goed. Maak ze kapot. Lekker, nog één aan deze kant. Ik bedoel nog twee. Want die grote die kunnen ook kapot. Alleen die moet je meerdere keren raken. Oh, die is bijna dood, denk ik. Waarom gaat die niet kapot? Die grote moet kapot. Oké, die kleine dan allemaal kapot. Lekker. Pieuw, 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 pieuw. Ja. Oh, wacht. Hij moet openstaan voordat we hem kapot kunnen schieten. Ja, die gaat gewoon niet kapot, jongen. Deze is hardcore. Oh, hij moet juist dicht staan. Oké. Okay. Challenging stage. Of hebben we hem uitgespeeld? Ik denk dat we hem hebben uitgespeeld. Oké, doei. Dan hebben we nog Sonic 3D Green Hill 2.0. Let's go, Sonicy. Wee. Let's go. Oh. Oké, deze besturing is heel gek. Is heel gek. Het beeld trilt. Ik ga dit rode ding pakken. Yes. Oké, en nu? Wat is daar achter? Het is een Sonic Derp bal. Wee, stuit de bal. Wat gebeurt er? Woejo. Woejo. Wat gebeurt er? Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Het was in ieder geval vet trippy. Er liggen nu overal Sonic ballen. Oké, laten we serieus proberen om hier overheen te springen. Het lukt niet. Waarom lukt het niet? Weet je wat? Ik ga gewoon hier naar boven. Ik ga gewoon cheaten. Let's go. Let's go, let's go. Gele ster. Yes. Even in de achteruit, jongens. Even in de achteruit. Even in de achteruit. Waar gaan we naartoe? Ah, we gaan hier naartoe. Oh, daar is nog een rode ster. Oh, kijk, we kunnen nog sneller gaan, joh. Als we zo beginnen te rennen. Maar, nou ja, wat een noob zonder key. Waar moeten we nu naartoe dan? Hier zo, weer een ster. Oké, cool. En dan moeten we hier naartoe lopen. En springen. Oké, dit wordt een challenge. Spring. Sonic! Jij noobhoofd! Spring de wereld uit als je hierop springt. Oh, wacht even. Oh, dit gaat best goed. Even in zijn achteruit weer, jongens. Kijk, als ze nou goede snelheid zo aankomen. En dan zo. Ja, kijk. Oh, we worden Sonic Pro. Dacht ik.
in een volgend leven. Want nu vliegen we door de lucht. En is het spel vastgelopen. Star Fox 63. Alle Nintendo games zitten erin. Oh, dit is een... Oké, wacht. Ik ben nu gelijk dood gegaan. Maar dit is volgens mij wel cool. Dit is nice. Dit is vet gemaakt. Ik wil alleen niet dat ik elke keer doodgaan. Ik dacht dat ik weer dood was. Maar het valt gelukkig mee. Oh, die muziek is ook van Star Fox. Nice. Oké, we moeten denk ik de rode targets kapot maken. Zodat... Ah, de deur open gaat. Open. Woe, net op tijd. Oké, nu moeten we al die vuurkogels ontwijken. Let's go. Oké, hier kunnen we gewoon onderdoor. Deze kunnen we misschien kapot maken. Ah! Hebben we uitgespeeld. We gaan gewoon... Endless mode. Gaan we gewoon... Naar infinite... Oh, wat? Ah! Wat gebeurt er? Oh, we moeten nu weer al die rode vlakken schieten. Nog meer rode vlakken kapot. Oh, dit gaat fout. Wat? Ik denk dat we hem wel hadden. Alleen we zijn precies op het laatst dood gegaan. Ja, kijk, nu hebben we hem wel. We hebben hem wel gehaald. 10.480 punten. Dit was wel een goed spelletje. Degene die dit heeft gemaakt, kudos voor jou. Dit heb je vet gedaan, man. Dit heb je echt vet gedaan. En dan hebben we ook nog Super Monkey Ball. Druk op de A-knop. Dit ziet er al gelijk leuk uit. Oh, dat zag er echt gelijk leuk uit. Dit is cool. Go, go, go. Hoe moet dit? Ik snap niet hoe dit moet. Ik kan met geen enkele knop springen of zo. Moet ik gewoon hier ervan afvallen of zo? Oh, we kunnen zo onszelf laten stuiteren. Ah, kijk. Dat was dus de bedoeling. Ik wil niet op de goal, want ik wil eerst banana's. Let's go. In de goal. 2 banana's te pakken. Oké, volgende level. We kunnen hier rechtdoor. Lijkt me tricky. Oké, ik word ook teruggebounced. Weet je wat? We gaan gewoon hier naartoe. Oh, dit wordt al lastiger. Het is wel op zich te besturen. Het is beter te besturen dan de Sonic game van daarnet. Ik ga gewoon de goal in hoor, met 1 banana. Ik vind het helemaal prima. Volgende leveltje. Oké, dan moeten we uitkijken dat we niet worden gebeukt, denk ik. Oké. Mag ik gewoon in het level beginnen? Nee, dan moet ik helemaal opnieuw. Maar deze is wel vet. Deze is echt cool. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer een vet videootje vonden met de gekste Nintendo games gemaakt door Nintendo fans. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je heel snel gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!